Ja, Harry van Ham, is dit een mokerslag, deze nederlaag? Ja, dat kan je wel zeggen. Zo ongelooflijk onnodig. Je hebt eigenlijk het merendeel de bal. Je speelt veel op de helft van de tegenstander. Er is niks aan de hand, je geeft niks weg. Je bent druk aan het zetten en dan een domme actie van Jeroen Doumou. Kom je met 10 man te staan en verlies je de wedstrijd. Een onnodige reactie ook, hè? Want ja, als je weet dat je al een kaart op zak hebt vooral. Ja. Wil je dat ik daar nog antwoord op geef? Nee, in hoeverre heeft het ook gevolgen? Kun je daar antwoord op geven al zo vlak na de wedstrijd? Of zit daar de emotie nog te veel in nu? Ja, ik ga niet de kleedkamer in, want dat verzekeren we wel met hem. En, maar goed, het is gebeurd, dus ik kan er heel moeilijk over doen. Je ploeg op zo'n manier in de steek laten, ja, dat is gewoon heel slecht. Wat voor conclusies kunnen we verder aan deze wedstrijd verbinden? Want ja, je verliest ook thuis van Fortuna Sittard, een Zeepert bij Jong Ajax. Ook qua stand op de ranglijst een concurrent, belangrijke punten die je misschien had moeten pakken. Ja, met oog op de play-offs gaat het wel echt een lastig verhaal worden als je dit soort wedstrijden niet wint. Nee, dat is ook zo. We zijn gewoon niet goed genoeg. Dat is de realiteit op dit moment. En ik ben ook wel van overtuigd dat deze ploeg verder kan. Je had sneller de 2-0 dan een 1-1 deze wedstrijd. Nog met 11 man was er totaal niks aan de hand. Je hebt de wedstrijd in je grip. Je geeft niks weg. Eigenlijk ben je alleen maar op de helft van de tegenstander aan het voetballen. Het was solide. Het stond goed. Ja, daardoor nogmaals door zo'n domme actie. Kom je met 10 man te staan. Zij hadden al een lange spits erin gezet. Want ze wilden al van bank spelen. Dus dan stond je organisatie in principe ook wel. Maar aanvallend kwamen we niet meer uit de verf. Wat voor houvast is er dan nog om nu de echte slotfase van het seizoen in te gaan? Ja, hoe gek het ook klinkt. Ik zat net op de stand van de ranglijst te kijken. Dat heb ik al meerdere keren gedaan. Misschien moet ik daar ook mee stoppen. Maar het is heel simpel. Je staat 1 punt van de nummer 9 af. En de nummer 9 geeft recht op na-competitie. Maar ik denk dat we daar even niet naar moeten kijken. We moeten gewoon beter gaan presteren. En punten gaan pakken. Dat is al moeilijk genoeg. Dus we moeten niet gaan kijken dat wij sowieso na een competitie gaan spelen. Als je wedstrijden gaat winnen, dan kom je in de buurt. Maar zoals je het vanavond ook hebt laten liggen, dan is het zicht erop wel een stuk minder.